Dit is toch super eng als je dit zo ziet bewegen. Zo van, om nom 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 nom, I'm gonna eat you. I'm gonna eat you. Groet mensen, ik ben Sam en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Hardcore Survival. Yeah, jongens, het is weer zover. Wij gaan eindelijk weer Hardcore Survival doen. Ik heb er weer super veel zin in. Als jij er ook veel zin in hebt, klik natuurlijk even op allemaal op dat blauwe duimpje omhoog. Jullie vinden het serieus hardcore super awesome. Vooral sinds ik de Ender Dragon heb verslagen. Ik wil jullie daar hartelijk voor bedanken. Ik heb een paar hele vette ideeën gekregen wat je kan maken. Je kan, wel, ik kom er gewoon meteen, ik ga het gewoon meteen zeggen. Je kan een Elytra Launcher maken. Wat is een Elytra Launcher in godsnaam nou weer? Oeh, een snow biome. Daar komen we voor. Ik hoop dat daar iets zit. Eindelijk een snow biome, jongens. Eindelijk. Misschien is het zover. Oeh, what the fuck gebeurde daar? Oké, ik eet even een golden apple. Hoppakee, want ik weet niet waarom. Maar dat doen we gewoon. Er is tegenwoordig een Elytra Launcher. Hebben wij een shovel mee? Nee. Nee. Een Elytra Launcher is ontiegelijk chill. Dat zorgt ervoor dat je iets van 350 blokken omhoog schiet van jouw huis. Van mijn huis. Dan kan ik gewoon 350 blokken naar boven in 2 seconden ongeveer. Dat klinkt best wel heel vet. Of niet? Dat is wat wij binnenkort gaan... Dat is waarschijnlijk wat wij de volgende aflevering gaan maken. Waar ik me nu op ga focussen is... Dit is de laatste dag waar ik ga treffelen. Dus pretty much mijn goal is nu om van hier naar huis te gaan. Even te kijken wat we ondertussen nog allemaal gaan vinden. Even kijken wat we allemaal ondertussen nog kunnen gaan doen. En het nieuwe plekje klaarmaken voor het endportal. En in die endtoren eigenlijk, sorry. Ik wil een endtoren helemaal boven ergens laten vliegen. Dat lijkt mij super vet. En dat ik er alleen maar kan komen via mijn Elytra. Nou klinkt dat natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Dan denk je waarschijnlijk van Sam, dat is toch super onpraktisch. Dat is niet handig. Waarom in godsnaam wil je dat zo doen? Ik heb echt geen flauw idee. Het lijkt me gewoon vet om te doen. Want je moet natuurlijk nieuwe ideetjes hebben. Maar waar ik me vooral ga op focus, jongens. En natuurlijk aanstaande zaterdag is er gewoon weer een livestream. Ik ga me voor... Dit is ook een ontiegelijk mooie plek om je huis neer te zetten, by the way. Ik ga me vooral focussen op één ding. En dat is... Oh shit, is de beacon. Dat is mijn beacon, die wil ik af hebben. En dan moet ik nog iron hebben. En dat is wat ik zaterdag ga doen. Ik ga zaterdag, aanstaande zaterdag, om 11 uur, ben ik live. Ga ik live streamen op twitch.tv/projectminecraft, ja. En dan ga ik heel makkelijk mijn beacon upgraden naar het laatste level. En wat we dan gaan doen, dan ga ik waarschijnlijk weer terug naar de Nether. En dan gaan we een Wither Skeleton Skulls farmen. En dan ga ik nog een beacon maken. En dan ga ik nog een beacon maken. En nog één. En nog één. Totdat wij pretty much alles hebben. Dat is eigenlijk mijn goal voor nu. Ik vind het heel leuk om goals neer te zetten. En dat zorgt ervoor dat de serie ook wat levendiger blijft. In ieder geval voor mij. Dus dat is wat wij gaan doen. En ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden. Ik vind het persoonlijk, lijkt mij dat best wel heel erg badass om te doen. En mij lijkt het heel leuk als je bij 4-5 verschillende beacons hebt met verschillende kleuren. Die verschillende dingen doen. Lijkt mij persoonlijk hartstikke leuk. Er valt hier ergens een creeper naar beneden. Daar wil ik niks mee te maken hebben. What up, piggies? How are you doing? Wij gaan hier lekker naar beneden. Wij gaan door het dal. Wow, dit is best wel heel erg awesome. Holy shit. En we gaan omhoog. Ik vind dat je nog meer, net iets meer omhoog mag gaan. Dat je net even iets meer kan gliden. Het is nu heel, heel matig. Je doet zo en je kan niet eens meer omhoog. Je gaat bijvoorbeeld zo omlaag. En je kan niet evenveel omhoog. Je kan zo'n 5 blokken omhoog maar of zo, heb ik het gevoel. Maakt niet uit hoe hard je gaat. Dat is, vind ik persoonlijk jammer. Eigenlijk zou het iets moeten doen dat je gewoon geen snelheidslimiet hebt, om zo te zeggen. Dat je gewoon omlaag gaat en dat je gewoon elke keer sneller gaat. Gewoon elke keer sneller. En uiteindelijk ga je omhoog en dan krijg je een hele fade-out omdat je, of hele blank-out. Of je valt flauw omdat de G-kracht is. Zo. Dat lijkt me op zich wel grappig. Lijkt me eigenlijk niet grappig, maar het lijkt me heel erg naar. Van, oh, je bent nu stunt, want je kan niks, want je hebt een blackout gehad. Of de G-krachten zijn te horen, omdat je omhoog wil gaan. Het zal waarschijnlijk nooit gaan gebeuren in mijn hele Minecraft-carrière. Maar hey, you never fucking know, jongens. You never know wat de mods kunnen maken. Ik ben al heel benieuwd of er al een paar leuke 1.9 mods uit zijn, jongens. Misschien kunnen we die ook wel gaan testen in deze serie. Yo, een nieuwe weapon mod waar nieuwe wapens bij komen in 1.9. Een nieuwe Elytra mod waardoor je... makkelijk kan vliegen. Misschien kunnen we dat allemaal wel testen in deze hardcore serie. Van die kleine dingetjes. Die misschien wel heel vet zijn. We staan nu boven het plekje wat mooi is, right? Of was dat daar?
Als daar. We gaan gewoon zo hoog mogelijk. Hey, Kou, wil je dat niet doen? Get out of here. Zielig hoor. Zielig hoor, jongens. Wow. Ik denk, dat was hier. Right, dat hele mooie plekje. We gaan gewoon jumpen. Of wat? Nee, dat was wel hier. Nee, dat was wel hier. Ja, dat was wel daar. Oké. Okay. Nee, het was daar. Oh, nou, nou waar het is. Jawel, het is wel hier. God damn it. God damn it, Sam. Omhoog en omlaag. En omhoog en omlaag. En dan gaat hij spartelen met zijn beentjes en dan ga je weer omlaag. En dan ga je weer heel erg omhoog en dan bam, zijn we er. En eindelijk zijn wij weer terug. Home sweet home. Heel erg blij. Na een lange journey die we hebben gedaan. We beginnen dus helemaal hier naartoe. We zijn zo gegaan, we zijn zo gegaan. We zijn helemaal via hier. Hier gekloot. Helemaal zo gegaan. Bam. Dan gaan we hier nog helemaal omhoog. Zijn we weer terug naar beneden. Hier waren we uiteindelijk geëindigd. Of hier waren we uiteindelijk geëindigd. Ben ik zo gegaan. En nu zijn wij gewoon rustig en veilig weer terug bij mijn oude vertrouwde plekje. Ik ben blij. Ik ben best wel heel erg blij wat wij hebben gedaan. Dus, oké. Wat is mijn goal? Redstone en de Ender Dragon Head. Er werden zoveel reacties neergezet. Eigenlijk niet zoveel reacties. Eén reactie eigenlijk maar. Die zei van, Sam, als jij een redstone blok bij de Ender Dragon Head doet, dan gaat die mond open en dicht. Nou weet ik niet of dit echt zo is. Het zal waarschijnlijk nep zijn, omdat die dude wil gewoon waarschijnlijk aandacht hebben. Die zit waarschijnlijk van, hij gaat het ook echt doen. Waarschijnlijk wel. Dan heb ik in ieder geval één persoon blij gemaakt ermee, right? Maar zijn we niet allemaal nieuwsgierig? Nu ik het heb gezegd, zijn we niet allemaal nieuwsgierig? Dus we gaan het doen. What the fuck? Oh, je krijgt er natuurlijk twee, want zo werkt dat tegenwoordig. Het is ook echt zo. Look at this! Oh my god. Oké. Je hebt me overtuigd, bro. Je hebt me overtuigd. Ik ga het doen. En we hebben er drie. Ik weet niet waarom die ik heb een hele rare duplication glitch, jongens. In dit wereldje. Waarom leg ik dit nou weer neer? Ik heb er nu vier. En ik weet in godsnaam niet waarom ik er vier heb. Nee, dit is echt super vreemd. Ik weet echt niet hoe dat komt. Maar het maakt niet uit. You know, ik heb er vier. Dus leg er hier eentje neer. Leg er hier eentje neer. Deze maken we ook gewoon van redstone blocks. Because why not? En dan zie je ze dat zo heen en weer gaan. Dat is best wel heel erg weird. But so be it. Boop. Dan zou ik nu, als ik nu binnen buiten ga, dan zie je dit. Kunnen wij nog meer van deze dingen fixen? Ik bedoel, als ik een duplication glitch heb, dan kan ik gewoon oneindig veel van deze dingen fixen. En dan kunnen we een hele leuke room gaan maken. Gaat die kapot? There we go. Weet iemand hoe dat komt? Waarom ik er in godsnaam nu vier heb? Het is niet erg, maar bijvoorbeeld als ik met diamond stop, zou het ook met dit werken? Nee, dit kan je natuurlijk niet weghakken. Het werkt denk ik alleen met dingen die ik... I don't know hoe dat werkt. Ik wil dit ook allemaal van moving dragon heads maken. Want dit ziet er geweldig vet uit. Dit is zo grappig. Like, look at that, jongens. Look at that, op mij dan. Look at this. Kijk dat. Zie dat. Zie dat dan. En ook aan de binnenkant. Like, are you kidding me? Geniaal. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. We gaan het nog meer van maken. Misschien wil ik een hele ruimte maken met... Met zulke dingen. Misschien zal dat wel heel grappig zijn. Hebben wij een axe? Nee, we hebben geen axe. Mijn vraag nu eigenlijk is, wat nou als ik zo doe? Oh, dan doet hij het ook? Oh my god, ik heb iets zojuist. Iets heel geweldigs. Oké. Gaan we dit helemaal weghalen? Yes. Dit gaan we inderdaad helemaal weghalen. Leggen we deze terug. Leg hier overal redstone neer. En... Oh, shit. Dat was niet de bedoeling. We gooien hier overal die dragon heads neer. Deze zo en deze gewoon allemaal zo. Oké. Ik geef een 10 out of 10, jongens. Dan hakken we dit toch even weg. Ik heb geen axe, dus ik doe het maar gewoon zo. Because, waarom niet? En we halen dit gewoon allemaal weg. En dan daarboven zo meteen ook. En dan gaan we hier redstone neerleggen. Oh, shit. Oh my god. Ik ga gewoon enorm veel kloten met dit, jongen. Hello. Dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? Waarom zouden ze dit toevoegen? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee waarom ze dit zouden toevoegen.
dit slaat echt gewoon nergens op. Oh my god. Well, dan gaan we er hier nog eentje doen en dan daarboven nog eentje en dan zijn we er klaar. Zijn we er klaar mee met al deze draken. Fucking hell. Ik heb er eentje gehakt, jongens. En check hoeveel ik eruit heb gehaald door de duplication glitch. Tada! Mijn Wall of Dragons, jongens. Ik bedoel, kijk dan. Dit is toch super eng als je dit zo ziet bewegen. Zo van, om nom 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 nom. I'm gonna eat you. I'm gonna eat you. Kijk hoe stoned die Ender Dragon. Kijk dan rechts dan. Oh my god, dit ziet er gewoon weird uit. Dit ziet er gewoon heel erg weird. Maar ook echt heel erg weird uit. Cool. Cool, cool, cool. Wij gaan even slapen. En eigenlijk willen we met z'n allen denk ik ook nog dat ik nog één leveltje omhoog ga. Zodat wij kunnen enchanten, right? Ik denk dat iedereen zit van... Tom, ga nog één leveltje enchanten. Oké, dat is wat we gaan doen. Ga nog één leveltje fixen. Misschien zit hier nog wel wat in. Nope, nope, oeh. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Ah, helemaal niks. Dus, we kunnen twee dingen doen. We kunnen deze dingen gaan vermoorden. Deze dingen, hoor mij dan. Het zijn kousen, Sam. Zo moeilijk is dat niet. Het zijn gewoon normale kous. Die normaal willen leven. En jij noemt ze dingen? God damn it. Niemand mag jou meer. Get out of my way. Get out of my way. Jij ook. Jij ook. Alle kous gaan bijna dood. Oh my god. Ik denk dat iedereen nu wel zit zo van... Sam, je gaat ze niet allemaal killen. Als jij ze allemaal killt, dan krijg ik nooit meer van je leven meer zin. Ik vind het heel zo stom uitzien. God damn it. Hey, deze leg ik ook gewoon hier neer. Dat is de enige die gewoon niks gaat doen. Die gewoon een beetje aan het chillen is. Dus wij willen een boek pakken. Geen flauw idee waar ik al mijn boek heb neergelegd. Want ik ben al een hele lange tijd hier niet meer geweest. Ik heb sowieso lapis nodig. 1, 2, 3. 3 lapis. Thank you very much. En... Boeken. Boeken. Waar de hel zijn mijn boeken? Hey. Dan maar op het andere maniertje. Maakt eigenlijk helemaal niet veel uit. Dat maakt echt helemaal niks uit. Want we hebben 59 letterlijk mee. Gewoon. Woep. 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 Chorus fruit. Of moest je in de oven doen, zeiden mensen. Laat ik dat maar in de oven doen. Jullie zeiden van, oh Sam, doe dat in de oven. Want dingen en zo. Dus ja, sure. Knockback 2. Oh, waarom niet terug? Nou, zieker. Zieker. Thanks Mojang. Thanks Minecraft. Thanks guys. Voor de Knockback 2. Dat wou ik al heel graag en heel lang hebben. Knockback 2. Popped chorus fruit. Oké, laten we even moe worden. Laten we even dingen doen. Oh my god, dit ziet er gewoon zo stom uit. Elke keer als ik het zeg. Oh, je kan nog oplopen. Het werkt als slabs. Of was het gewoon een solid blok eigenlijk? Ja, het werkt gewoon als een solid blok. Nee, niet. Het werkt wel als slabs. Een soort van. Want je kan op deze gewoon lopen. Zo, poep. En op die weer niet. Interessant. Oké, we gaan willen rennen. We willen blijven rennen. We willen moe worden. Ik moet... Oh, shit. Nee, nu ben ik hierin. Dat wil ik ook weer niet. Misschien moet ik even damage krijgen. Ja, je moet damage krijgen, want dan gaat het sneller. Oké, laten we damage gaan krijgen. Bam. Dan krijg je de regeneration erbij. Wacht, moet ik deze even eruit doen? Oké, en nu krijg ik wel veel damage, dus ik moet oppassen. Woep. En als het goed is, krijgen we rustig HP erbij. Oh, what up, dude? Jij bent eindelijk hier voorgekomen. Eerst stond je de hele tijd achter, hele kut erin. En nu ben je eigenlijk hier gekomen. Wow, dat zijn er veel geworden. Dat zijn er heel veel. Waarom zijn ze allemaal daar? Oké, laten we het gaan eten. Ik kan het niet eten. Waarom kan ik dit niet eten? Oké, ik ga het opzoeken. Popt. Chorus fruit. Popped chorus fruit. Popped chorus fruit are obtained by smelting chorus fruit that are used to craft purple blocks. Ooh. Oh. Oh. Oh my god. Okay. Oké. We hebben de blokken, jongens. We hebben ze. We got them. Goddamn. Nice. Dat is super awesome. Oké. First things first. Wat gaan we ermee maken? Ik wil daar nog een toren maken. Hier komt mijn toren.
Van Chorus Fruit. Van Purple Blocks. Geen flauw idee waarom ze Purple Blocks eten, maar ze eten Purple Blocks. Alright. Dat zijn best wel hele vette blokken. Oh, fuck, fuck, jeez, fuck. No, 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 chill, 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 bro. Je stond in de weg, bro, 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 bro. Bra? Bra, je stond in de weg. Kan er niks aan doen, man. Kan er niks aan doen, dude. Just chillax, okay? Just chillax. Grab yourself a beverage, you know. Just chill. Hij gaat 360's doen. Hij doet nog een 360. Oké, okay. Chillax. Chillax, chillax. Ja, oké. Okay. Ben je bijgekomen? Ben je bijgekomen? My friend from another fuck off. There's only one way. There's only one way to kill him. See you, little friend. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. In a room. Ik weet niet wat hij zegt. Oh, goddammit. Rip mijn Iron Man. Rip mijn Iron Golem Boys. Kunnen er niks aan doen. Ik sloeg mis. En nu is hij dood. Zo ging dat. En ik kan niks zien. Je kan er trouwens ook slaps mee maken. Je kan stairs mee maken. En je kan... nog meer slaps maken. Oké, okay, duidelijk. Duidelijk. Maar het ziet er wel vet uit. I like them. Paarse blokken zijn echt heel vet. Want er miste nog echt een felle blok. Right? Je had blauw. Maar dat blauwe was zo... zo meh. Zo meh. Kan dus ook... slabs maken. En pillars kan je maken. Zo maak je pillars. Zo maak je slabs. En als je die slabs ook net als dit doet. Dan. Oh nee, onder elkaar dan krijg je pillars. Pilaren. Maar wij willen geen pillars maken. Want pillars, dat is niet voor mij. Wij gaan met de purperen blok. Oh, dit is best wel cool. Dus wij moeten binnenkort dus naar de end. Waarschijnlijk de volgende aflevering. Weet ik veel wanneer ik godsnaam dat ga doen. Jullie kennen mij. En dan gaan wij heel veel van deze course fruit meenemen om deze blokken te gaan maken. En wellicht mijn hele huis te gaan upgraden met deze blokken in plaats van al dat kuthout. Ik wil, come on. Iedereen die al dit kijkt sinds dag 1, weet dat dit al heel lang zo staat. En dat misschien wel even een upgrade nodig. Guys. 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 Sst. Sst. Ze maken zoveel herrie, die beesten. En ik zeg beesten, ja, want ze zitten letterlijk in een kooi. En het enige wat ze doen is een deur openmaken, een deur dicht doen. En ze doen het zelfs met deuren. Ik bedoel, letterlijk. Ze doen het letterlijk. Je moet ze allemaal bij elkaar in een deur gooien. Of een kamer met allemaal deuren. Om baby villagers te krijgen. Het klinkt heel raar. Dit klinkt heel raar, maar het is wel zo. Ze kunnen alleen maar voortplanten als er deuren in de buurt zijn. Vertel me niet waarom. Maar ik denk... ik weet het niet wel. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het echt niet. Wel, eigenlijk hoeft het niet. Want ik deed het dus ook zonder. En dan toen werkte het ook. Maar het concept is best wel grappig. Dat ze met deuren en dergelijke. Oké, we zijn er bijna. We moeten nog een paar purple blocks hebben. Misschien wil ik wel een tweede verdieping boven mijn huis hebben. Met allemaal purple blocks. Waar ik gewoon een chillax ruimte kan maken. Misschien is dat wel nice. Ja, misschien moet ik dat wel doen. Zal ik een chillax ruimte erboven maken, jongens? Ja of nee? Zullen wij dat maken? Ja of... oké, okay, laten we daar maar niet... laten we niet die richting gaan, jongens. Laten we dat maar niet gaan doen. Laten wij maar nog meer purper blocks maken. Want ze zijn super purpauper. Snap je? Pauper, purper. Zo grappig. Zo fucking grappig. Cool. Dus de laatste. Bam. Dan krijgen we er nu weer al een paar erbij. En bam. 12 moet genoeg zijn. Oh my god, dit ziet er zo raar uit. Moving Dragon Heads, jongens. Super vette glitch. Oh, het is geen glitch, Dragon Heads. Oh my god, we missen er nog maar 4. Goddammit. Oké, dat gaan we fixen. Dat gaan wij fixen. Ik heb er ook echt super veel. Ik weet nog steeds niet waar die duplication glitch vandaan komt. Maar het is wel leuk. Het is wel geinig. En het werkt. Maar het is nog steeds een duplication glitch. Cool. 1, 2, 3, 4. Bam. Hij is done. Cool, jongens. Binnenkort gaan wij dus deze upgraden. Deze willen natuurlijk een regeneration erop hebben. Of speed 2. Het is maar net wat jullie denken van deze moet je doen. Die is vet. Check jullie de volgende keer gewoon weer, jongens. Bij een gloednieuwe aflevering van Hardcore. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.